Goedemorgen, City Changers. Alles goed met jullie? Ja. Met mij ook, met ons ook. Het zit in een mooie periode van het leven. Het leven gaat soms over bergen en dalen. En momenteel zitten we echt op een berg. Het gaat goed met ons. Een voorrecht om vanmorgen het woord met jullie te delen. Pastor Prins en Pastor Joy, dank jullie wel voor deze gelegenheid. En ik wil beginnen met een verhaaltje. Het is niet zo'n heel mooi verhaaltje, maar wel een eentje to the point. Een tijdje geleden had ik een collega op het werk en dat was gewoon echt een hele vervelende collega. Echt een hele vervelende man die van alles zei, tegen de regels inging en er was eigenlijk geen land mee te bezeilen. En deze man, Hans heette hij, had een heel specifiek stemgeluid. Hij praatte een beetje zo. Hebben jullie ook iemand in de omgeving die een beetje zo praat? Hij praatte zo, dit was Hans. En Hans kwam op een gegeven moment naar me toe, hij was bij de dokter geweest. En hij zei tegen me, ik ben bij de dokter geweest en de dokter heeft gezegd dat ik Asperger heb. En ik kon het niet laten. Ik zei, lekker Hans, asperges, ik ben er dol op. En hij keek me aan en hij dacht van, jij spoort niet. Maar hij heeft me teruggepakt. Op een gegeven moment waren we met een groep collega's. En hij zegt tegen mij van, Ed, weet jij het verschil tussen gratis en voor niets? Weet jij het verschil tussen gratis en voor niets? Ik zei, nou, dat is redelijk hetzelfde, toch? Hij zei, nee. Ik ben gratis naar school geweest, maar jij voor niets. En ik hoop, lieve mensen, de preek die jullie gaan horen is absoluut gratis, maar ik hoop niet dat die voor niets is. Maar dat je er iets mee doet. Amen? Laten we beginnen met het gebed. Vader God, dank u wel voor deze gelegenheid om uw woord te brengen. Dank u wel dat u een God bent die spreekt. Dank u wel dat u een God bent die oneindig veel van ons houdt. En papa, willen tegen u zeggen dat we van u houden. Heer, we willen erkennen dat we uw woord nodig hebben. Heer, om te zijn wie wij zijn, om te zijn hoe u ons gemaakt heeft. Heer, en daarom, Heer, daarom stellen we onze harten open, Heer, om uw woord te ontvangen. Zo spreken we zegen uit over het woord in Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar de belijdenis doen. Zeg mij maar na, dit is mijn Bijbel. Ik ben wat die zegt dat ik ben. Ik heb wat die zegt dat ik heb. Ik kan doen wat die zegt dat ik kan doen. Vandaag wordt mij het woord van God onderwezen. Ik belijd met mijn vermoedigheid. Mijn geest is alert. Mijn hart is ontvankelijk. En ik zal nooit meer dezelfde zijn in Jezus' naam. Amen. Amen. Pastor zei al van we leven in het seizoen van bovennatuurlijke oogst. En wij als kinderen van God horen een bovennatuurlijk leven te leiden. En ondanks het feit dat we het daar allemaal mee eens zijn, is het voor heel veel mensen moeilijk om dat te pakken, om dat te vatten. En twee weken geleden begon Pastor Joost te vertellen over het enthousiasme wat je moet hebben voor de gemeente. Als jij enthousiast bent voor de gemeente, dan gaan mensen gewonnen worden, want die willen weten wat jij hebt en waar je dat vandaan hebt. Vorige week, Pastor Joy, ze had het over, wees jezelf, wees een getuige naar anderen toe. En dat is zo belangrijk, dat je werkelijk jezelf kunt zijn. En ik wil jullie vanmorgen meenemen in het bovennatuurlijke. Hoe wordt dat zichtbaar in je leven? Hoe zorg je er nu voor dat de bovennatuurlijke wil van God in jouw leven zichtbaar wordt? En ik hoop dat in de 36 minuten die mij nog resten, dat het gaat lukken. Maar dat is natuurlijk altijd weer een uitdaging. Het thema is kom en zie. En ik heb erachter gezet mijn leven. Dus kom en zie mijn leven. En mijn vraag aan jou vanochtend is, als je jouw leven ziet, is het dan de getuigenis naar God toe van wat God doet in je leven? Of leef je net als de wereld onder de omstandigheden? Ik moet het maar doen met alles wat mij gegeven is en meer heb ik niet. Ik vraag jou als je gearresteerd zou worden omdat je een christen bent. Is er dan werkelijk bewijs dat je een christen bent? Of word je vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs? Want we zien geen enkele reden waarom we je vast moeten houden, want er is geen bewijs. Ik geloof dat wij een leven horen te leven waarvan mensen zeggen, wauw, hoe is dat mogelijk? Dat er bewijs hoort te zijn dat jij een kind van God bent.
weet je, en die geven hem vast weg. Het ligt niet aan God. Hij heeft al gegeven. Maar wij zullen moeten leren om te ontvangen. En God is gewoon een enorm goede God, die niets liever wil dan dat het echt goed met je gaat. Dat geldt ook voor jou thuis. Weet je, God wil dat het goed met je gaat. Hij wil dat je een bovennatuurlijk leven leeft. En daar wil ik jullie in meenemen van hoe dat werkt. Eigenlijk hoor je geen partij te zijn voor de wereld. Ik heb al een gesprek gehad met collega's. En ik zei van, joh, maar we kunnen elkaar niet vergelijken. Luister, jij gelooft niet, ik geloof. Ja, maar wat maakt dat nou uit? Nee, maar ik heb een voorsprong ten opzichte van jou. Het gaat altijd goed met mij, altijd. Dat kan niet anders, want God is in mijn leven. Ja, hoe bedoel je dat? Nou, en dan ga je aan het werk en dan moeten er oplossingen aangedragen worden. En dan blijkt dat jij de beste oplossing aandraagt. Ik zei, kijk, dit bedoel ik nou. Dit is wat God doet in mijn leven. En dit is wat God wil doen in jouw leven. Maar ik wil jullie meenemen in de theorie daarachter van hoe zit dat dan? Hoe legt de Bijbel dat uit? De Bijbel is een boek waar je heel veel uit kunt leren. Als eerste wil ik met jullie kijken naar Hebreeën 11 vers 3. Pastor heeft het een aantal keren genoemd en dit is de tekst die erbij hoort. Er staat, doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God. Zien jullie dat? Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God. Het woord van God is de basis voor alles. Het natuurlijke komt voort uit het bovennatuurlijke. Het woord van God is geest. De woorden die ik tot u spreek, zei Jezus, zijn geest en leven. Dus, als er iets niet aanstaat in het natuurlijke, dan moet je het niet in het natuurlijke bestrijden, maar dan ga je terug naar het bovennatuurlijke, naar het geestelijke, om het daar aan te pakken en het vervolgens gemanifesteerd te zien worden in het natuurlijke. Snap jullie wat ik zeg? En jij als kind van God hebt het volledige recht, het volste recht, om je te begeven in de bovennatuurlijke wereld. Dat is waar je de strijd wint of verliest. Maar probeer niet in het natuurlijke te acteren en te zorgen dat je dingen voor elkaar hebt, terwijl er geen enkele mogelijkheid is, omdat je dan net leeft als de wereld. De wereld kan niet anders dan alleen maar in het natuurlijke acteren. Jij als kind van God hebt het volste recht, de autoriteit, om je te begeven in de bovennatuurlijke wereld en daar de overwinning te behalen en het vervolgens gemanifesteerd te zien worden in de natuurlijke wereld. Amen. Ooit meegemaakt dat je aan het bidden bent en dat je dacht, het is klaar, het is goed, ik heb de overwinning. En vervolgens, een tijdje later, dat gemanifesteerd te zien worden. Dat is zo gaaf. En de basis hiervoor, lieve mensen, is dat je de volledige overtuiging hebt dat God van je houdt. Ik weet niet waar je vandaan komt, ik weet niet wat je achtergrond is, ik weet niet waarom je hier zit. Maar één ding weet ik wel, God wilde je hier hebben vanochtend. Om dit te horen. God houdt van je. God houdt van je. God houdt onvoorwaardelijk van je. Jij houdt misschien niet zoveel van jezelf, maar God wel, God houdt van je. Geloof je dat God kan liegen? Nee. Heb je ooit tegen jezelf gezegd in de spiegel, aankijkend, ik hou van je? Toen werd er stil, moeilijk hè? Maar God zegt het wel tegen je. Hij houdt van je, hij houdt onvoorwaardelijk van je. En hij wil niet dat je op enig gebied gebrek hebt. Hij heeft alles gegeven. Weet je, en als het dan aankomt op jouw leven transparant laten zijn voor mensen in de wereld, dat je een open boek bent, dat mensen jou zien en zeggen, wauw, wat jij hebt, dat wil ik ook. Kom en zie mijn leven. Ja, dat is eindeloos. En dat is wat God voor je heeft. Laten we eens kijken wat Jezus te zeggen heeft in Markus hoofdstuk 16, vers 17 en 18. Er staat, dit zegt Jezus, hè? Let op, hè? De mensen die het geloven zullen de volgende wonderen doen. Ze zullen namens mij duivelse geesten uit mensen wegjagen. Ze zullen in nieuwe talen spreken.
Ze zullen slangen oppakken en zelfs als ze iets dodelijks drinken, zal het hen geen kwaad doen. En als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden. Hier staat dat mensen die geloven, deze wonderen en tekenen zullen doen. Volgens mij sta ik op dit moment te kijken naar gelovige mensen. Ik heb het over jou. Ik heb het niet over Pastor. Ik heb het niet over het Lead Team. Ik heb het niet over het Dream Team. Ik heb het niet over leiders. Ik heb het over jou als gelovig kind van God. Jij kunt je handen op zieke mensen leggen. En de belofte van Jezus is, ze zullen genezen in zijn naam. Stel je eens voor. Denk even met me mee. Stel je eens voor. Je komt maandag op je werk. En jullie hebben het over het weekend. En een collega vertelt van, nou, ik ben fijn naar een voetbalwedstrijd geweest. Live wedstrijd bijgewoond. Het was spannend, het was goed. En dit en dat. Heb jij nog iets leuks gedaan het weekend? Ja, ik heb 3 doden opgewekt. En er zijn wat blinden, die konden weer zien. En, wat? Wat? Hoe zou dat zijn? En we lachen erom. Maar feitelijk zou dit de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Amen. Weet je wat wij doen? Weet je wat wij ervan gemaakt hebben als kerk? Dat het een bijzonderheid is als iemand naar voren komt en hij krijgt de handen opgelegd en wordt genezen. Wauw. Weet je hoe het zou moeten zijn? Mensen zouden naar voren moeten komen en iedereen wordt genezen. En als iemand niet genezen wordt, dan staan we er met z'n allen omheen van wauw, hoe kan dat nou? Zo zou het moeten zijn. En ik geloof, lieve mensen, dat de kerk bezig is om zich te ontwikkelen naar een krachtige kerk waarin dat realiteit gaat worden. Weet je, ik hoor persen zeggen, we zitten in ontwikkeling. Er gaan grote dingen gebeuren. We zijn bezig met een bovennatuurlijke oogst. En ik geloof met heel mijn hart dat het niet alleen om zielen gaat, maar dat er ook een toenemende kracht in de gemeente zichtbaar zal worden. Dat is wat ik geloof. Deze tekst, hè, Marcus 16, die kwam ik tegen, ik denk 20 jaar geleden, ik was werkeloos. En ik vroeg me dat in alle oprechtheid af. Het is soms goed om God vragen te stellen. Dus ik stelde God gewoon die vraag van, als ik dit lees, de wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. Maar in alle eerlijkheid, als ik in mijn leven kijk, ik zie helemaal geen wonderen en tekenen. En volgens uw woord, papa, ben ik een gelovige. Waarom zie ik niks? Waarom zie ik dat niet gebeuren? En dit was het antwoord wat ik van God kreeg. Je weet niet dat je ontvangen hebt. En je weet niet wat je ontvangen hebt. Je weet niet dat je ontvangen hebt. En je weet niet wat je ontvangen hebt. En dit, lieve mensen, is zo belangrijk om je te realiseren. Wij hebben alles al ontvangen. Het is volbracht. Het is volbracht. Het is volbracht. God hoeft niets meer voor ons te doen. Hij heeft alles aan ons gegeven. En ik ga je straks meenemen in een paar teksten die dat zullen verduidelijken. Maar dit is zo belangrijk om je te realiseren. God heeft alles al aan ons gegeven. En het begint eigenlijk met het begrijpen van het evangelie. Weet je, Pastor heeft dat een tijdje geleden, had hij dat in een van de preken. Het evangelie. Wie is er blij met het evangelie? Amen, amen. Kun je het evangelie uitleggen? Ja, dat we gered zijn. Dat is een half evangelie, weet je dat? Tuurlijk, het is geweldig om je te realiseren dat je gered bent voor de eeuwigheid. Maar dat is de helft van het verhaal. Dat is niet krijgen wat je wel verdiend had. Je krijgt geen straf. Jezus heeft voor ons de prijs betaald aan het kruis van Golgotha. Prijs God. Daar kun je heel blij mee zijn. Je krijgt niet wat je wel had verdiend. Maar weet je wat de andere kant is? Dat je wel hebt ontvangen wat je niet had verdiend. Namelijk de gerechtigheid van God. Toen je Jezus aangenomen hebt, ben je in één klap rechtvaardig gemaakt. Jij bent een rechtvaardig kind van God. En dit vinden we zo moeilijk om te geloven. Zo moeilijk om te vatten. Als mensen vragen van ja, wie ben je dan? Ja, ik ben maar een zondaar gered door genade. Ja, wat ben je nou? Ben je nou een zondaar of ben je gered door genade? Je kunt het niet allebei zijn. Maar jij bent een rechtvaardig kind van God. Maar je vindt het zo moeilijk om in de spiegel te kijken en dat tegen jezelf te zeggen.
Jij bent een rechtvaardig kind van God. Ik ben een rechtvaardig kind van God. Maar weet je wat dat is als je dat zegt? Dat is pure nederigheid. Wat? Nederig om te zeggen dat je rechtvaardig bent? Ja, want je zegt namelijk wat het woord zegt. Er is nederigheid voor nodig om te kunnen zeggen wat het woord zegt. En als jij zegt van ja, maar dat is veel te hoog gegrepen. Ik zondig nog hoor, dus ik ben een zondaar. Dan ga je in tegen het woord. Hoe ben je een zondaar geworden? Door te zondigen? Nee. Je hoeft alleen maar geboren te worden. Dan ben je een zondaar. Hoe ben je rechtvaardiger geworden? Door rechtvaardige daden te doen? Nee. Door Jezus aan te nemen. Ben je in één klap rechtvaardig gemaakt. Ja, en als ik zondig dan, dan ben je een rechtvaardiger die zondigt. Maar als het goed is, dit heb ik ook verschillende keren gehoord en dit is zo belangrijk om je te realiseren. De genade van God is niet bedoeld voor jou als een vrijbrief dat je maar raar kunt leven en kunt zondigen zoveel als je wilt. Maar als het goed is, als je tot geloof gekomen bent, dan wil je niets liever dan rechtvaardig leven. En de genade helpt jou om rechtvaardig te leven. En ik hoop dat als jij terugkijkt op je leven, dat je ziet dat je steeds zuiverder gaat leven en steeds meer een hart voor God krijgt. En ik vond het getuigenis van Niels zo mooi, dat hij dat gezien heeft en gepakt heeft. Gezegd van ja Heer, dit is wat ik wil, dit is het leven wat ik wil. En doe je dat zonder fouten? Nee. Ik kan je garanderen dat Niels fouten gaat maken. Ik kan je garanderen dat zijn leven niet zondevrij is. Maar hey, we hebben allemaal issues, of niet? Of zijn er hier mensen zonder zonde? Die mogen dan de eerste steen aan mij werpen. Maar het is zo belangrijk om je te realiseren dat je een rechtvaardige bent. En wij begrijpen dat niet helemaal. Maar kijk eens naar Jezus met het verhaal van die verlamde man. Die wordt door zijn vrienden, jullie kennen het allemaal, het dak wordt opengemaakt. Wordt door zijn vrienden aan touwen, wordt hij naar beneden gelaten voor de voeten van Jezus. En Jezus ziet hem aan en wat zegt hij tegen hem? Je zonden zijn je vergeven. Nou, wij lezen daar heel makkelijk overheen, je zonden zijn je vergeven. Nee, wat je moet realiseren is dat mensen die leefden onder de wet, die koppelden ziekte onmiddellijk aan zonde. Ik heb gezondigd, dus daarom word ik ziek. Het lik op stuk beleid van de wet. Ik heb gezondigd, dus daarom word ik ziek. En wat zegt Jezus tegen deze man? Je zonden zijn je vergeven. Wat gaat er in het hoofd van deze man? Het staat niet in de Bijbel, maar dat is even mijn eigen invulling. Wat gaat er in het hoofd van deze man? Dus is er geen basis meer waarom ik nog langer ziek hoef te zijn. En dan zegt Jezus tegen hem, van pak je matras op en wandel. En hij springt overeind en begint te lopen. En ik zeg tegen jou vanmorgen, jij bent de rechtvaardigheid van God in Christus. Je zonden zijn je vergeven. God heeft al je zonden al vergeven. Er is geen enkele reden waarom er nog ziekte in je lichaam hoort te zijn. Weet je, en terwijl ik dit zeg, realiseer ik me. Weet je, dat we leven in een gevallen wereld waarin we soms echt struggelen met de dingen die gebeuren. Ik weet er alles van. Maar de realiteit is dat er geen enkel grond is, geen enkele grond is voor een ziekte, voor enige demonische activiteit in jouw leven. Want jij bent de gerechtigheid van God in Christus. Ik zeg het nog een keer, jij bent de gerechtigheid van God in Christus. Satan heeft geen enkel recht op jou. En hij probeert met leugen en met list en bedrog jou duidelijk te maken. Ja, maar kijk eens wat je gisteren gedaan hebt. Jouw leven is niet zondevrij, hè? En jij durft te zeggen dat je rechtvaardig bent. Weet je wat je dan moet doen als hij dat tegen je zegt? Moet je zeggen, dat klopt. Ja, ik heb gezondigd, weet ik. Vanuit mezelf kan ik helemaal niks. Maar prijs God, Satan, jij bent verslagen door Jezus aan het kruis van Golgotha. Hij heeft je verslagen 2000 jaar geleden. En ik ben in hem. En nu ben ik de gerechtigheid van God in Christus. Dat is wat God voor je heeft. En we hebben daar moeite mee. Het hele begrip in Christus. We hebben daar moeite mee. Maar we hebben niet echt heel veel moeite om in iets te zijn. Ik heb een vraag aan jullie. Wie heeft er wel eens een verre reis gemaakt en gevlogen? Wie is er wel eens met een vliegtuig geweest, heeft gevlogen? Ja, leugenaars, je hebt nog nooit gevlogen. Het vliegtuig vliegt en jij zit in het vliegtuig. Het vliegtuig vliegt en jij zit in dat vliegtuig. En jij zit daar op 10 kilometer hoogte te genieten van een filmpje en misschien een hapje en een drankje.
Maar jij vliegt helemaal niet. Maar je zegt zo makkelijk, ik heb gevlogen. Maar als het gaat om het zijn in Christus, dan vinden we dat zo moeilijk. Maar de realiteit is, lief kind van God, jij bent in Christus. Jij bent een nieuwe schepping. Jij bent geaccepteerd door God. Jij hoeft niets meer te doen om nog geaccepteerd te worden door God. Hij gaat niet meer van je houden, hij gaat niet minder van je houden. Het is goed tussen jou en God. Snap je wat ik zeg? En enkel dat aspect, dat hoort al van jouw leven af te stralen. En zeggen, wauw Heer, ik ben door u geaccepteerd. De allerhoogste persoon in het hele universum. U noemt mij uw kind, u noemt mij uw zoon, u noemt mij uw dochter. U houdt van mij onvoorwaardelijk. Kom erop met het werk, kom erop met de issues die zijn in het leven. En als kind van God kun je eigenlijk geen problemen hebben. Weet je dat? Je kunt geen problemen hebben. Wat? Geen problemen? Iedereen heeft toch problemen? Weet je wat een probleem is? Een probleem, weet je wat er met een probleem is? Een probleem wordt niet veroorzaakt door je omstandigheden. Een probleem wordt veroorzaakt door hoe jij omgaat met je omstandigheden. Dat is bepalend of iets een probleem wordt. Weet je, voor God is niets een probleem. En als dat al je vertrekpunt is, dan kun je eigenlijk zelf geen problemen hebben. Weet je, ook thuis, niets is een probleem voor God. Dus hoort voor jou niets een probleem te zijn. Jij kunt vrij leven met alles wat God je geeft. En dingen aan hem overlaten om tot een oplossing te komen. Maar er is een houding voor nodig van ik ben geaccepteerd door God. Ik ben zijn kind en hij houdt onvoorwaardelijk van mij. En dat is het leven wat wij zullen moeten leven. Moeten leren te leven. De hamvraag, hoe maken we dan de bovennatuurlijke realiteit zichtbaar in ons leven? Ga eens met me mee naar Efeze hoofdstuk 2 vers 8. Deze tekst kunnen jullie allemaal, denk ik wel. Daar staat in de herziene Statenvertaling, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Door genade ben je zalig geworden door het geloof. Dit, lieve mensen, zou je kunnen zien als de formule. Wie geeft de genade? Waar komt de genade vandaan? Van God. Door het geloof. Wie gelooft? Wij. Het is de genade van God door het geloof. Daardoor ben je gered. Maar hier staat het Griekse woord niet alleen redding, in de zin van dat je gered bent, maar hier staat het Griekse woord zo-zo. Je bent gezo-zo'd. En dat betekent redding, maar dat betekent ook bevrijding, betekent ook genezing, betekent ook voorziening. Betekent feitelijk geen enkel gebrek. Dus als er iets in je leven is wat zich afspeelt, en je hebt daar de genade van God voor nodig, dan kun je daarop intakken door het geloof. Het is feitelijk zo dat de genade van God, dat je dat kunt zien als een deposito, als een enorme bankrekening. En jouw geloof is de pinpas waardoor je toegang krijgt tot die geestelijke bankrekening. Jij kunt met jouw geloof kun je pinnen de bankrekening van God. En kun je zelf toe-eigenen wat hij heeft gegeven. En op deze manier wordt het bovennatuurlijke zichtbaar in jouw leven. Genade is Gods aandeel en geloof is jouw aandeel. Je bent dus rechtvaardig gemaakt en heb genade ontvangen. En die genade is gratis. En opnieuw, ik hoop dat die genade van God ook niet voor niets is. Hij is gratis, maar ik hoop niet voor niets. Maar dat je daar gebruik van maakt. Weet je, mensen in de wereld leven onder de omstandigheden. En ik ken zoveel christenen die ook leven onder de omstandigheden. Van je moet maar genoegen nemen met hoe het leven gaat. En ik maak me net zo zorgen als mensen in de wereld. En ik maak me net zo zorgen over mijn baan en over alle mogelijke ziektes die maar plaats kunnen vinden, die zich maar kunnen manifesteren in mijn lichaam. Maar joh, jij bent gered. Jij bent in Christus. Jij bent veilig. Jij bent onder het bloed van Jezus. En van daaruit hoort jouw leven transparant te zijn naar de wereld toe en hoe je te kunnen laten zien van, maar dit is het leven wat ik leef. God houdt van je. Weet je, hij houdt van je. Maar hij heeft gegeven.
Hij heeft gegeven. Het is een volbracht werk. Dus de genade van God is beschikbaar. De genade van God is beschikbaar voor jou en mij. Er is geen enkele reden waarom een gebrek in je leven zou zijn. Er is geen enkel argument. Bedoel je dat het mijn schuld is als er tekort in mijn leven is? Nee, dat zeg ik niet. Maar het ligt niet aan God. Snap je wat ik bedoel? Maar het wordt tijd dat we onze verantwoording gaan nemen hierin. En dat we zeggen, oké, pap, ik heb tekort, op welk gebied dan ook, ik heb tekort, laat mij zien wat ik kan doen. Pap, laat mij zien wat ik kan bidden. Laat mij zien welke tekst hierbij hoort. Laat mij zien welke belofte u gegeven heeft in uw woord. Want ik wil dat geloof hebben om te ontvangen. En dan komen we bij het volgende aspect. Geloof. Hoe krijg je dan geloof? Hoe zorg je er dan voor dat er geloof is, zodat je in kunt tappen in die genade van God? Hoe krijg je geloof? Door je te laten bidden? Oh, perser, alsjeblieft, bid voor me. Bid voor me dat ik geloof krijg, dat ik groot geloof krijg. Zou dat werken? Ik heb een keer iemand horen zeggen van, als je maar genoeg wonderen en tekenen ziet, dan krijg je vanzelf geloof. Maar weet je wat het beste is wat je kunt doen? Gewoon eens kijken wat de Bijbel zegt. Heeft de Bijbel hier een antwoord op? Absoluut. Romeinen 10, vers 17. Daar staat, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Hier staat dat je geloof krijgt door het horen van het woord van God. Hier staat dat je geloof krijgt door het horen van het woord van God. Hier staat dat je geloof krijgt door het horen van het woord van God. Door het voortdurend horen van het woord van God. En je bent echt niet te benijden als de Bijbel door de week dicht blijft. Als jij geen woord hoort, ontstaat er geen geloof. Als je geen woord hoort, ontstaat er geen geloof. Ja, maar welke teksten dan? Moet je kijken hoe dik die Bijbel is? Moet je kijken hoeveel teksten erin staan? Ik weet niet waar ik moet beginnen. Joh, een hele eenvoudige tip. Begin eens met Psalm 23. Vers 1. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dit is precies de tekst die ik gebruikt heb toen ik werkeloos werd. Ik was niet heel erg trots op de situatie waar ik toen was. Want, nou ja, ontslagen vanuit de telecom, dat was toen begin 2000, zeg maar. Dat die hele internetmarkt in elkaar geklapt is. En ik stond op straat. Dan sta je daar, je moet een gezin onderhouden. Aantal opleidingen niet afgemaakt. Economie ging slecht. Dus er was heel veel redenen om niet meer aan het werk te komen. En toen viel mijn oog op Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dan ga je vragen stellen, ken je dat? Dan lees je het woord en dan ga je vragen stellen. Ja, maar Heer, als dat er dan staat, hè? U bent mijn herder en mij ontbreekt niets. Waarom heb ik dan geen werk? Waarom ben ik dan werkloos? Ken je de waarom vraag? Waarom God? Waarom? En toen viel het kwartje. Bent u werkelijk wel mijn herder? Heb ik u werkelijk wel tot mijn herder gemaakt? Ik zeg het wel, maar leef ik het ook? Of zit ik te kijken naar mogelijke kansen op de arbeidsmarkt? Verwacht ik het van het UWV? Verwacht ik het van andere personen? Of verwacht ik het van God? Daar ben ik echt even op ontkouwen geweest. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, Heer, ik maak nu de keus. U bent mijn herder. U bent mijn herder. En ik spreek uit dat het mij aan niets gaat ontbreken. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat zelfs teksten uit de Bijbel nog steeds van toepassing zijn vandaag de dag. Wat er toen gebeurde, dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk. Ik werd op 15 oktober 2002 werd ik ontslagen. En we hadden in de gemeente waar we toen kwamen, hadden we woensdagavondgroepen, huisgroepen. En die huisgroepleider die had een woord voor iemand anders. Dat ging over Jeremia 17, vers 7. De man die op de Heere vertrouwt zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. Hij zal vrucht dragen op zijn tijd. En in een jaar van droogte zal hij niet nalaten om vrucht te dragen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Soortgelijk. Maar een jaar van droogte zal hij niet nalaten vrucht te dragen. En die kwam bij me binnen. Ik weet niet waarom, maar die kwam bij me binnen.
En het was, waren inmiddels een tijd verder. En ik had contact via een detacheringsbureau. En die had mij een mogelijkheid gegeven van, nou Ed, misschien hebben we werk voor je. Hoe zou je het vinden om in Antwerpen te werken? En dan de weekenden en de woensdagavond thuis en voor de rest daar intern in een hotel. Oeh. Nou, liever niet, hè. Dus dat denk je dan, ja, zou kunnen. Geen contact meer opgenomen met die beste man. En die belde mij in augustus, was dat volgens mij. Ed, ik denk, nou, daar gaan we. Misschien Parijs of weet ik waar ik heen gestuurd word. Ik heb nog geen werk voor je, maar een relatie van mij is op zoek naar een planner. Ik ben planner. Was op zoek naar een planner. Mag ik je cv doorsturen? Ja, dat is goed. Dus hij stuurde mijn cv door naar Hoogover Zuid-Muiden. Dus de tegenwoordige Tata Steel, zeg maar. En ik had daar eerste gesprek gehad, tweede gesprek gehad. En toen werd ik gebeld, ik zal het nooit vergeten. Dan ben je werkeloos, hè, dus heb je heel dag de tijd. Goedemorgen, ik spreek met die en die van Tata, van Koren, zei het toen nog. Ik wil graag een afspraak met u maken voor een salarisgesprek. Wanneer kunt u? Je bent werkeloos. Wanneer kunt u? Roep maar wat. Nou, volgende week dinsdag. Ja, is goed. En ik keek op de kalender en guess what? 15 oktober 2002 ben ik ontslagen. 15 oktober 2003 had ik mijn salarisgesprek. Een jaar van droogte. Een jaar van droogte. Dat is wat God doet. En wat is de basis? Eindeloze bijbelstudies op hele lappen bijbeltekst? Eén tekst. En ik geloof met heel mijn hart, lieve mensen, dat wat God voor mij doet, dat hij dat ook voor jou doet. Dat hij dat ook voor u doet. Het woord van God is een levend woord. Het woord van God kan je verder brengen dan wie dan ook. Weet je, jij hoort geen partij te zijn voor je collega's. Als jij middelmatig scoort op je werk, dan klopt er iets niet, hè? Jij hoort altijd top of the bill te zijn. En weet je waarom? Laten we eens kijken naar de laatste minuten. Efeze 1, vers 3. Daar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten in Christus. Weet je wat het is, kind van God? Jij bent gezegend. Nou, mooi woord, zegen. Gezegende feestdagen, gezegend. Weet je wat zegen inhoudt? Als je dat echt zou begrijpen, joh, de wereld wil daar grof geld voor betalen. Weet je wat het inhoudt? Zegen wil zeggen, luister goed, het vermogen om altijd succesvol te zijn. Jij hebt het vermogen om altijd succesvol te zijn. Jij hebt het vermogen om altijd succesvol te zijn. En ook jij thuis, al lig je op je bed, het boeit me niet. Kind van God, luister goed, jij hebt altijd het vermogen om succesvol te zijn. Altijd. Weet je wat het probleem is? We begrijpen het niet. Weet je wat we vragen aan God? Heer, wilt u mij toch zegenen? Weet je wat God dan doet? Ik heb je toch al gezegend? Wat meer moet ik nog doen dan? Ga nou eens gebruiken wat je ontvangen hebt. Ga er eens vanuit dat die zegen wel werkt. Ga er nou eens vanuit dat als jij solliciteert, dat jij in volledige ontspanning het gesprek in kunt gaan. En kunt weten, al lijkt die baan nog zo mooi, God weet wat je nodig hebt. Als die deur dichtgaat omdat die baan niet voor jou is, dan mag je maar hopen dat die gewoon niet doorgaat. Ook al lijkt die voor jou nog zo mooi. Omdat God iets beters voor je heeft. En waarom? Omdat jij een gezegend kind van God bent. Jij bent geen partij voor de wereld. Hallo? Jij bent geen partij voor de wereld. Ik zeg het tegen jullie ook. Jij bent geen partij voor de wereld. Je collega's hebben geen schijn van kans. Heb je er wel eens over nagedacht? De zegen van God rust op je leven. Hoef je niet voor naar voren te komen, gaan we geen uitnodiging voor doen. Voor mensen die gezegend willen worden. Jij bent gezegend. 24/7 ben jij gezegend. Jij draagt de zegen van God met je mee. Elke dag. Mijn advies? Ik zou er gebruik van maken, als je toch hebt. Ja, zo simpel is het. Ja, sorry, ik maak er gebruik van. Ik zeg het ook tegen collega's. Ja, sorry, weet je. Spijt me voor je, hoor, dat je geen kind van God bent. Ik vind het echt heel erg voor je.
Ja, nee, maar ik geloof nou helemaal niet. Ja, dat is jouw gebrek. Weet je? Ja. Ja, sorry, ik ben gezegend, dus het gaat altijd goed met me. Dat kan niet anders. Weet je, je krijgt een heel ander gesprek. Ik vind dat zo mooi. Ik vind dat echt zo mooi. Om op die manier gewoon getuige te zijn van wat God doet in mijn leven. En dat te laten zien naar anderen toe. En weet je wat je tegelijkertijd doet? Je geeft God de eer. Weet je, alles wat ik verzin op mijn werk. Alles wat met wijsheid, wat in wijsheid geboren wordt. Soms sta ik echt zelf versteld. Ik denk van, Heer, dit is toch absurd. Dit is toch bovenmenselijk. En dan zegt God, dat klopt. En ik weet precies wie ik daar de eer voor moet geven. Dan zeg ik ook tegen collega's, je gelooft toch niet dat ik dit zelf bedacht heb? Dat geloof je toch echt niet? Dit heb ik echt bij God vandaan. En op die manier, lieve mensen, wordt je leven transparant. Op die manier zullen mensen uiteindelijk willen horen wat je ze te vertellen hebt. Natuurlijk, je houdt altijd mensen die zeggen, oh, jij gelooft? Nee, ik ben sterk van mezelf. Nou, veel geluk. Maar dat gaat altijd mis. Weet je? Maar realiseer je dat je de zegen van God ontvangen hebt. Dit is een goed moment. Zeg maar, Vader God. En nu of je het meent. Vader God. Dank u wel. Dat ik gezegend ben. Dat ik het vermogen heb. Om altijd succesvol te zijn. En ik spreek uit. Dat elk succes in mijn leven. Door die zegen. Dat ik u daarvoor de eer en de glorie geef. Want u bent de Allerhoogste God. Halleluja. Glorie. Weet je, dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Jij bent gezegend. Jij kunt je door middel van die zegen profileren ten opzichte van de wereld. Ik heb nog een tekst die ik met jullie wil delen en Johannes 4, vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Zoals Hij is, zoals Jezus is, zijn ook wij in deze wereld. Zoals Jezus is, zijn ook wij in deze wereld. Met andere woorden, zoals Jezus is, zo ben jij. En ik heb echt zoveel getuigenissen gehoord van mensen die ziek waren. En die zeiden, maar zoals Jezus is, zo ben ik ook. Mensen die kanker hadden. Heeft Jezus kanker in zijn lichaam? Nee, zoals Hij is, ben ik ook. Kanker, je hebt geen enkel recht, want ik ben zoals Hij is. Er zijn zoveel getuigenissen van mensen die op die manier genezen zijn. Door het woord. De genade is er al. Door het woord. Als je dit voor je ziet, als je voor je stelt hoe Jezus is, en dat jij dus kunt ontvangen van wat Hij heeft, en dan niet op jezelf zien, niet uit dat vliegtuig stappen, maar je gewoon realiseren, ik ben in Christus, ik ben een nieuwe schepping, ik ben rechtvaardig. God heeft alles aan mij gegeven. Zoals Jezus is, zo ben ik. Ik ontvang het nu, Vader, dank u wel. Heer, dat u mijn lichaam reinigt, dat u mijn lichaam schoongewassen heeft. Dat ik vrij ben van elke ziekte. En het maakt niet uit welke ziekte. Het maakt niet uit wat de doktoren gezegd hebben. De waarheid van God gaat daar ver bovenuit. Halleluja. Glorie. Weet je, dus mijn advies. Stop met klagen. Stop met het uitvergroten van jouw problemen tussen aanhalingstekens. En start met te gebruiken wat God je gegeven heeft. Weet je? En je zult kunnen zeggen, kom en zie mijn leven. Ik wil nog één tekst met jullie delen. Die spreekt echt boekdelen. Romeinen 5, vers 17. Door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, is de dood als een koning gaan heersen. Maar door Gods geschenk is er iets veel groters gebeurd. De mensen die Gods geschenk aannemen, zullen door die ene mens, Jezus, vrij zijn van schuld en dood. Let op. Door Jezus Christus zullen ze als koningen heersen in het leven. Door Jezus Christus zullen ze als koningen heersen in het leven. Door Jezus Christus zul jij
En jij, en jij, en jij, en jij, kind van God, heersen in het leven. Dit is hoe God het bedoeld heeft. En waarom? Zodat zijn naam groot gemaakt wordt. En dat jij een open boek bent voor mensen om je heen. Kijk, dit is mijn leven. Ik ben een kind van God. En zie het goede wat in mijn leven gebeurt. Hoe God altijd met mij is. En mensen zullen willen horen wat jij te zeggen hebt. En jij zult kunnen zeggen, kind van God. Kom en zie mijn leven. Kom en zie mijn leven. Kom en zie mijn leven. Halleluja. Halleluja. Glorie. Amen.